wij zijn al 2 jaar beste vrienden. 2 jaar. Dus ik bedacht een ontzettend goed idee wat nog nooit op YouTube gedaan is. Wij gaan een beste vrienden quiz doen. Dit vind ik ook helemaal geen goed idee ofzo. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hoezo, dat was best wel grappig. Wat gaan we doen? Mis. Oh. Jij schrijft 10 vragen op die ik over jou zou moeten weten als wij beste vrienden zijn. Kom, de camera staat verkeerd. Ja, dat zei ik al voordat je ging filmen. Boeie! Ja, maar dan kun je gewoon 10 hele makkelijke vragen opschrijven. Dat is niet het idee, want hoe moeilijker ze zijn, hoe moeilijker je het zelf ook krijgt, hoe makkelijker het krijgt. Hè? Punt. De vraag moet voor elke vriendschap beantwoord zijn. Dus de vraag kan bijvoorbeeld zijn, hoeveel broers en zussen heb ik? Bij jou weet ik dat. Jij hebt 2, een broertje en een broer. Jouw broertje heet Moskou en jouw broer heeft gewoon geen naam. We dwalen een beetje af volgens mij. Maar dus zo schrijf je 10 vragen op en als je dezelfde hebt als mij, dan gooi ik een sneeuwbal in je nek. Oh, dat vind ik wel een beetje, dat gaan we even niet doen. Dat betekent dus boeien, maar dan zeg je boeien. Ik ben blij dat je het zelf grappig vindt. Oké. Okay. Dan mag ik niet meekijken. Nee, natuurlijk niet. Nou, ik weet toch helemaal niks. We zien elkaar terug na de reclame. Klopt. Zie je, jij lacht wel eens van mij. Lucas, wij zijn... Oh, wij... Waarom moet je lachen als je mij ziet? Ik heb dus geen idee wat dat is, hè, Mallorca. Mensen hebben het over Mallorca. Heb jij wel een greenscreen? Nee. Hey. Leuk, wat over voor je verjaardag. Oké, ik vroeg me af. Wil jij voor jouw 18e verjaardag... een fles whisky? Nee. Oh, ik kan het niet. Oh, ik moet knippen in deze video. Dit kwam niet uit mijn mond. Oké, maar misschien moeten we iets gaan doen wat jij hebt bedacht. Ja, oké. We gaan eerst alle vragen voor mij beantwoorden. Dus ik schrijf mijn antwoord op. Jij schrijft jouw antwoord op wat jij denkt dat mijn antwoord is, oké? Wat is een van mijn favoriete YouTubers? Maar moet ik hem dan voor jou opschrijven, hè? Ja, precies. Dus jij moet opschrijven wat een van mijn favoriete YouTubers is. Ja. Oké. Nummer 2. Wat is mijn favoriete serie op Netflix? Mijn favoriete serie op Netflix. En ik geef je 1 hint. Het is niet Simon Konijn. Ik snap ook niet dat het op Netflix staat. Serieus, die hele serie gaat over een konijn. Ja, dat is toch wel leuk. En een broertje die Kasper heet. Nee, dat is toch Pieter Konijn? Nee, is Pieter Konijn. Het is echt al een hele leven Simon Konijn. Nee, jij hebt ook een Pieter Konijn. Die ken de mensen thuis. Kennen jullie Pieter Konijn? Ja. Nou ja, Simon Konijn, waarom staat dat op Netflix serieus? Wat is jouw favoriete drinken bij de chips? Zo. 4. Wie is mijn top 3 beste vrienden? En dan hoef je de top 3, of binnen de top 3, het niet goed te hebben. Dus niet de 1, 2 en 3 hoef je niet goed te hebben, maar wel de 3 mensen die erin staan. Ga gewoon praten. Wij zijn. Oké, kan je nog heel veel een boek pakken? Ook zodat je zo kan schrijven. Jongen. Boekje. Sorry voor alle andere mensen. Kan je eigen handschrift niet eens lezen? Oh, kut, ik heb net 5 gezegd. Nou, ik ga nu 3 zeggen dan. Oké. Wat voor huisdieren heb jij gehad? Dat weet ik niet eens. Shit. Ik weet het gewoon van mezelf. Hallo wasmachine. Die zegt aan opstijgen naar Mars. Die bouwt daar een nieuwe beschaving op onder de wasmachine. Ik voel een boom aankomen, mensen. Ik kan hem ook even op pauze zetten. Ik weet niet hoe hard je dit hoort. Best wel hard. Ik doe hem ook wel eens als ik wel met school doe. Maar moet je wel voor onthouden dat ik hem weer aan moet zetten? Ja, dat zal ik onthouden. Ik ga dit vergeten. Oké, ik wou jullie nog even vertellen over Lucas, zijn vriendin.
Lucas heeft sinds kort een hele leuke vriendin. En ze zijn nu al 2 maanden samen. En Lucas' vriendin... Even 2 seconden wachten hoor, want volgens mij duurt hij nog maar 1 minuut. Ik was er net aan het vertellen over jouw vriendin. Oh ja, gaan we door. En zijn vriendin, Nicolette. Was je vriendin 14 of 15? 28. Echt gewoon uit. Geen boem. Wat is mijn favoriete... Wat? Wie ben jij? Ja. Serieus, wie ben jij? Ja, wie is dat? Oké. Wat is mijn favoriete seizoen? En het is niet 8 van de Blacklist. Oh, je favoriete seizoen? Ja. Is het nu de bedoeling dat ik dat gewoon opschrijf, wat jij net zei? Of is dat echt niet? Nee, ik bedoel natuurlijk gewoon qua lente, zomer, herfst, winter. Oh, ik denk dat jij heel gek bent. Dat denk ik ook. Dus ik denk dat jij... Serieus, alle kijkers denken dat. Hetgene wat ik het meest... Ja, nou, misschien vind je dat wel juist. Ik ga maar voor iets. Hoe vaak heb jij de coronaregels overtreden? En dan vind ik wel dat we een beetje... Zeg maar, dat je er dichtbij moet zitten. En dan, hoe bedoel je qua overtreden? 1 keer een seconde binnen iemand 1,5 meter staan? Of... Nou, bijvoorbeeld als je met te veel mensen bij iemand thuis bent. Te veel mensen op straat loopt. Of naar iets toe gaat waar je niet heen mag. Weet ik veel. Of gaat reizen terwijl het totaal niet noodzakelijk is. 8. Wat is mijn favoriete vakantieland? Dat is... Israël. Oh nee, wacht. Shit, dat weet ik. Ho, 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 ho. Lucas denkt echt dat hij slim is of zo. Ja, ik ben helemaal blij. Oké, vraag 9. Dat is... Wat voor kledingmerk draag jij het vaakst? Oh, we moeten even wachten. Ja? Ja? Tweede ronde. Oh, top. Er wordt gewoon goed voor mij gezorgd, mensen. Hoezo niet? Ik wou niet. Misschien krijg ik wel nooit een vriendin. Ja. Oh, je hebt hem aan. Ja, maar nee, maar dat was echt. Dat weet hij zelf ook trouwens. Maar het is gewoon grappig, want vroeger deed niemand zijn haar bijvoorbeeld. Dus ik had zo. Jij dit jaar nog steeds? Nee, dat klopt. Maar ik had zo'n gigantische pluk. Hoe vaak ben ik buiten Europa geweest? Waar is jouw schrift? Van ligt daar, wat? Oh, je pakt me. Auw! Dat is niet handig. Maar daar ligt nog die Tonus Chocoloni van het weddenschap wat je van mij hebt verloren. Hoe vaak ben ik buiten Europa geweest? Ik herhaal, hoe vaak ben ik buiten Europa geweest? Ik herhaal... Ik heb 9 nog niet beantwoord. Echt wel, dat is mijn merkkleding. Ja. Ik draag altijd merk. Dat draag jij helemaal niet heel vaak. Nou zit ik te twijfelen. Ik moet dit wel moet opschrijven, wat ik nu aan het opschrijven ben. Ik was verdraaid, schiet eens op. De kijkers wachten. Ja, ik ben al klaar. Oh, ik moet het stellen. Wat was de naam van jouw basisschool? Vraag 12. Wie is mijn langste vriend qua tijd? Dus met wie ben ik al het langst vrienden van al mijn vrienden? En dan heb ik het wel even over vrienden die ik elke week wel spreek. Ik vind je vis eng. Leuk. Goed zo. Wat is jouw favoriete achtbaan heb ik staan? Oh, dat weet ik. Ik wilde eerst attractie neerzetten, maar ik dacht van achtbaan is toch leuker. Uh-huh. Maar het is jouw favoriete. Dat is mijn pen. Geef me een pen even. Ik heb daar niet aangezeten. Oh, je hebt 1 pen. Ja, maar dit is mijn pen. Ik snap nooit waarom jouw ouders zeggen dat ik te veel geluid maak. Ik weet niet eens hoe je het precies schrijft, maar je snapt wat ik bedoel. Hoe kan je dit op andere manieren schrijven? Shit. Shit, dat heb ik het fout. Vraag 14. Hoe vaak heb ik een coronatest gedaan? Ik vind die vis van jou echt doodeng. Serieus. Ik heb de hele tijd het gevoel als je me aankijkt. Ja, hij herkent wel. Hij weet zeg maar wat mensen zijn. Dus altijd als je binnenkomt gelopen of als je hier zit, zeg maar, dan kijkt hij aan op de hoop dat je hem eten geeft. Je kan hem zo ook eten geven. En nou ja, als je je vinger aan de bovenkant doet, dan is er een grote kans dat hij je vinger hapt. Je doet geen pijn. Hij denkt gewoon is dat een moordenaar? Nee, hij denkt gewoon dat hello, you assassin! Heb jij op de middelbare school ooit iemand geslagen? 16. Hoe vaak ben ik bij jou thuis geweest? Ja, maar als je langskwam, dan stapte hij ook even naar binnen. Telt dat ook? Nee, gewoon echt dat ik hier wel langer dan 1 uur binnen zat. En dan stel je de vraag, naar welke camping ben ik afgelopen vakantie geweest? Ja, dan doen we dat wel. Ik heb geen idee. 18. Hoe vaak sta ik op jouw Instagram in posts en in foto's? Wat is een van de engste dingen die jij ooit hebt gedaan? Ik schrijf wel iets op wat ik samen met jou gedaan heb. Ik schrijf 2 antwoorden op.
Ze zijn allebei goed. 20. Hoe oud was ik met mijn eerste kus? Ja, dan zijn we klaar. Oké. Gaan we nou eerst de antwoorden van jou doen, zeg maar? Ja, eerst deze antwoorden. Ja. Wat is mijn favoriete YouTuber? Ik had staan Stuk TV. Ja, die mag je goed rekenen. En ik had ook Stefan de Vries als extra. Ja, die kijk ik wel eens, maar dat is niet mijn favoriet. Maar want, ja, ik weet dat ik wel eens met jou over video's van hem heb gehad. Dus ik dacht, nou, misschien dat die dan opeens ertussen. Moet je ergens mij even zo'n turflijstje maken. Met het aantal vragen die je goed hebt. 8-2. Wat is mijn favoriete serie? Ik had de Blacklist. Ja, tuurlijk. En dan had ik als extra La Casa opgeschreven voor als het niet de Blacklist zou zijn. Vind ik ook heel leuk, maar... Oké. Het favoriete drankje tijdens de chips. Rivella. Het is altijd of Cassis of Radler. Altijd als ik trakteer, trakteer ik op Radler. Ja, maar je hebt wel thuis altijd Rivella staan. Mam! 4. Mijn top 3 beste vrienden. Ja, ik had mijzelf. Egoïst. Ja, dat klopt. Het huisdier. Was 6 vissen. Maar jij hebt opgeschreven geen huisdieren. Maar het antwoord was... Nee, ja, kijk wat hier staat. Tussen haakjes. Er staat... Hé joh, je krast het door. Nee, ik had opgeschreven... Fout. Geen huisdieren of vissen. Want ik heb ooit gehoord dat je vissen had. Oké, okay, dan zeker. Is het goed. Maar dan mag ik ook bij jou straks... Dus, nou, maar het is wel een twijfel. Dus stelt hij dan nog niet. Half punt. Halve punt. Wat is mijn favoriete seizoen? Lente. Nee, zomer. Shit. Maar zomer is toch veel te warm voor jou? Coronaregels overtreden. Ik had 8. Ik had 6. 8. Favoriete vakantieland? Schotland. Of course. Je kan niet telkens 2 antwoorden opschrijven om dan te hopen dat dat beter is. Nee, hier had ik maar 1, want ik had Frankrijk doorgekrast. Ja, maar hier. Oh. Ik heb in mijn leven nooit Jack & Jones gedragen. Ja, dat was ik aan het twijfelen. Of jij nou... Ik draag altijd Levi's. Ja, is gewoon fout. Is gewoon fout. Is gewoon fout. Jij kan niks. Jij kent mij. Vraag 10. 0 keer. Wat? Buiten Europa geweest. Oh ja, nou had ik het goed. Zie je hoe slim ik ben? Hoe weet jij dat mijn basisschool de regenboog heet? Vieze stalker. Dat is goed, hè? Ja. Ja, natuurlijk, dat heb je wel eens verteld. Jij weet ook gewoon dat Leon mijn langste vriend is. Hoe dan? Ja? 13. Ja. Hoe weet jij dat mijn favoriete Achman de Goliath in Malibu is? Is dat goed? Dat is vet eng. 14. Hoe vaak heb ik een COVID-test gedaan? 2 keer. 3 keer. Oh, ik zat ook te twijfelen of jij al eerder had gedaan. Want je had 1 keer 2 keer, zeg maar, achter elkaar. Ja, ja. En toen heb ik hem 1 keer eerder. Dat wist jij trouwens, want ik heb dat gedaan na mijn feestje. Heb jij op de middelbare school ooit iemand geslagen? Ja, en vet hard. Ik met een stuk hout gezegd. Zelfs. Stuk. 16. Hoe vaak ben ik bij jou thuis geweest? 4 keer had ik. 3 keer. Ja, maar ik ben bij jouw verjaardag, na het bowlen. Ja, dat dacht ik ook meteen aan. Toen we in de jacuzzi gingen. Ja. En nu. Jullie nodigen mij nooit uit voor leuke dingen. Bij mij was het in Ardennen afgelopen vakantie. Oh ja, want daarvoor was het. Ik ben nog nooit in een camping geweest daarvoor. Ik ga nooit naar campings. Maar afgelopen vakantie was Petit Fiets. Echt een leuke camping. Ik heb daar... Stop met door mij heen praten. Ik heb daar hele leuke mensen leren kennen. En we gingen liedjes zingen van Kinderen voor Kinderen. 2 posts, 5 foto's. Ja, dat doe ik goed. Ja, precies. Hoe weet je dat? Nou, ik zat gewoon te tellen en ik kwam 5 en ik kon niks meer bedenken. 19. Engste ding wat ik ooit gedaan heb. Vertel. Engste ding wat je ooit hebt gedaan is naar een militaire basis met mij en dat heb ik ook staan. Naar de militaire basis in Operation Davenport. En die video komt online over 2 maanden. Okay, we zijn werkelijk fucked. Dit was politie. En de allereerste keer dat ik daarmee in aanraking ben. En ik ben horrified. Wat had je er nog meer opgeschreven? Harmfoto vlog 101. Jammer. Ik wilde bijna opschrijven. Achtervolging tijdens Krantwijk. Ja. 20, hoe oud was ik met mijn eerste kus? En toen dacht ik 15. Nee, het was 14. 14. Ik heb gewoon een dik fout. Hoe oud was die man dan? Ging. Oh, nee, grapje. Ja. Dan heb jij gewoon 12 punten. 12. Willen jullie de volgende video zien? Abonneer dan niet op Lucas Rauch zijn Instagram. Die staan hier beide onderin. Zie je? Oh ja. Ja. Zo slecht. Dan moet je niet lachen. Nu lach je om mijn grap. Ik heb ook niet jouw grap.
Oké, maar kijk gewoon de volgende video, gasten. Over volgende week gaan we Lucas inpeperen met sneeuw, omdat hij minder vragen goed had dan ik. Joejoe, tot ziens, tot later.